Een lector of lectrice is een academisch docent binnen het hoger onderwijs. Als lector ben je verantwoordelijk voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Een lector kan gezien worden als bemiddelaar tussen het werkveld van verschillende organisaties en het onderwijs door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Als lector maak je onderdeel uit van een lectoraat. Dat ondersteund wordt door een kenniskring waarbinnen diverse specialisten betrokken kunnen zijn, zoals docentonderzoekers en externe deskundigen. Lectoren moeten gezien worden als onderzoekers die opereren op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgericht onderzoek leveren lectoren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk. De functie lector binnen het hoger onderwijs kan vergeleken worden met de functie hoogleraar aan een universiteit, met het belangrijke verschil dat een hoogleraar werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker. Een lector is meestal ook een gepromoveerd onderzoeker, echter is een lector werkzaam op een HBO-school. Met andere woorden, heeft een lector niet te maken met universitair studenten. Een lector is dus verbonden aan een hogeschool. En is verantwoordelijk voor praktijkgericht onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Een lector is over het algemeen werkzaam binnen bepaalde vakgebieden, zoals de techniek of het internet. Lectoren worden gezien als specialist binnen hun vakgebied, omdat ze over veel praktijkervaring beschikken. Als lector heb je te maken met studenten van een hogeschool die leren voor een beroep. Dit is een belangrijk verschil met universitair studenten, omdat universitair studenten leren onderzoek te doen. Daarnaast zijn opleidingen aan een hogeschool vooral praktijkgericht. Binnen universitaire studies is er meer aandacht voor de theorie.